Hallo reviewvrienden, hoe is het met jullie? Hier is het goed. Ik wil iets vertellen over de tijd waar wij in leven. En nu hoor ik jullie kraken in het hoofdje en denk ik, krijg nou toch wat, gaat hij ons een beetje filosofisch lopen uit te leggen in wat voor tijd wij leven, Jan? Als we daar behoefte aan hadden gehad, dan keken we niet naar je reviewkanaal met je doosje en je Achmed erbij. Nee! Zo'n overzicht der dingen gaat niet plaatsvinden. Het gaat er meer over dat ik vind dat het een beetje hard gaat. De tijd gaat een beetje snel. En nu begrijp ik ook wel dat er 24 uur in een dag zitten en een tijd geleden dat ook het geval was. Maar ik heb het gevoel dat het steeds vrijdager is. Dus dat het weekend voor de deur staat slash er is. En tegen de tijd dat ik dat gevoel heb, is het weekend weer voorbij. En tegen de tijd dat ik denk, God voor u, weekend is voorbij. Staat hij alweer voor de deur en is hij ook alweer voorbij. Snapt u? Die tijd gaat zo snel. Mijn kinderen waren niet zo heel lang geleden hele lieve kleine kinderen, lieve baby's. Als je hoort wat ze nu doen en tegen me zeggen, dan vraag je je af, waar is die tijd gebleven? Daar wil ik het even over hebben. Ja, dat heb ik dus nu gedaan. Dus, nou ja, gewoon, laten we gewoon maar verder gaan. Laat ik een ander doosje. Wat heeft ons al met je afgestuurd? Laten we gaan kijken. Nou. Ik deed mezelf pijn. Ach. Japanse nootjes. Oeh, zag ik zo snel dat Japanse nootjes waren? Nou, omdat ze groen waren. Dan weet je, ach, wasabi nootjes. Want heel lang geleden, ik denk pak een beetje dan tevreden, een jaar of 10, als je tegen iemand zei, goh, wat is wasabi? Dan zou die zeggen, wasabi. Dat is een afkorting. Dat is een afkorting van iets. Wasabi, dat is een afkorting van iets. Nee, wasabi is dus, hoe noem je dat? Dat is dat hele pittige spul, kruidenspul uit Japan. Japonais. Hoe weten we dat tegenwoordig wel allemaal? Nou, omdat vrijwel elk nootje opeens een wasabi-nootje is geworden. Ik vind het niet vies. Ik hou wel van een pittig nootje. Alleen, er zijn mensen allergisch voor wasabi. Waaronder mijn partner des levens. Als je die een wasabi-nootje in haar mond stopt, is haar hoofd binnen een paar minuten twee keer zo groot. Die krijgt dan een enorme allergische reactie erop. En het is heel grappig om te zien. Maar zij vindt het niet leuk. Dus als ik deze wasabi-nootjes in huis hou, heb ik een probleem. Dus ik maak een review, flikker, gooi ze weg. En ik zou mijn taal aanpassen, want ik krijg klachten. De nootjes zijn van de firma Mitsuba. Mitsuba. Ja, dat kan. Ja, Mitsuba. Ja, ik heb er nog nooit van gehoord. En komt het ook dan uit Japan, vraag me af. Want dat ben ik dan altijd heel erg geïnteresseerd in. Want hier heb je dus een half Azië staat hier dan op het plaatje. Discover Real Asian Flavors. Ja, nou ja, oké, het zal allemaal wel. Dit is Salted Crunches Edamame Milled. Inspired by Nagano Salted Beans. Nagano is Japans. Maar wat edamame is, dat weet ik niet. Maar voor mij zijn het bonen. Weet ik veel. Enfin, wat hebben we hier? Wasabi Peanut Crunch. Kijk, dat is gewoon wasabi met een nootje erin. Hartstikke pittig, maar vaak hartstikke lekker. En dan hebben we hier Wasabi Peanut Crunch en crispies. Dus hier, dat is dan zeg maar iets meer dan dit alleen. En waar dit twee pepers heeft en dat twee pepers heeft dit, staan niet eens pepers op. Wat een gedoe. Drie zakken Japanse nootjes. Geïnspireerd op volgens mij Japanse nootjes. De wasabi crunch en de wasabi peanut crunch crispies. En dan die bonen. Ik begin wel bij de wasabi crunch. Wat zit in de wasabi crunch? Ik zie dat niet. 24% pinda's. Heel veel ellende. Weet je hoeveel wasabi poeder erin zitten? Wasabi poeder? Huh? Hoeveel verwacht je dat er in de wasabi nootje hoeveel wasabi poeder er zit? Nou? Ik denk niet dat jullie het raden. Of misschien wel, maar dat hoor ik er niet. De hoeveelheid wasabi poeder in deze wasabi nootjes
is 0,01%. Schiet mij maar lek. 0,01% wasabi in wasabinootjes. Maar wasabi is zo ongelooflijk pittig en sterk dat je waarschijnlijk er niet zo heel veel van nodig hebt. Weet ik veel. Nou, laten we proeven. Deze kennen we toch? Deze, dat zijn die groene dingen. Die liggen tegenwoordig overal. Ik kan er misschien vandaag een paar door het eten doen. Nee, doe ik niet. Wat proef je? Een pinda. Die zit erin. En er zit een hard korstje omheen. Een krokant korstje. En ja, daar zitten wasabi in. Ik proef het verschrikkelijk pittig. Ja, ik vind het een prima pindertje. Maar er is wel iets raars aan de hand. Want, oh kijk, waar hier wasabi peanuts wordt genoemd, staat achterop gekookte pinda's met een pittige smaak van wasabi. Dat is dan weer even wat anders. Je kan me toch heel veel vertellen, maar dat groene, wat wasabi is groen, die 0,01% wasabi poeder maakt die niet groen. Wat staat erop? Jouw kleurstof, E141. Ze hebben dus gewoon groene kleurstof erin gemieterd. Ik voel me een beetje, nou, ik weet het niet helemaal. Maar goed, kleine kinderen kunnen zich in pinda's verslikken. Nou, kan je vertellen, ik kan me ook verslikken in pinda's hoor. Geproduceerd in China, verpakt in Nederland. Jezus, dus de Japanse wasabi nootjes, waar eigenlijk helemaal geen wasabi in zit, worden in China gemaakt en in Nederland verpakt. Heftig. We gaan even naar zijn broer. Van Michuda. Ze doen dus alsof ze Japans zijn, maar ze zijn in werkelijkheid dus Chinees. Hier zitten verschillende dingen in. Ik haal er even wat uit. Dat is wat ze dan volgens mij Japanse mix wel eens durven te noemen. Terwijl als je dan in Japan nog even zegt, wat is dit in hemelsnaam? Nou, daar zitten dus eigenlijk niet zo heel veel van die dingen in. Van die pindacrunch, maar nou, dat is meer dat Japanse mix gedoe. Oh, geproduceerd in Thailand en China en samengesteld in Nederland. Dus deze dingen, die zijn dus in China en Thailand gemaakt en samengesteld in Nederland. Oftewel bij elkaar geflikkerd in een zakje. Gegooid. Is Japanse mix lekker? Nou, ik vind deze een beetje treurig. Ik ken Japanse mix. Die is best wel goed te doen hoor. Er zitten vele verschillende soorten in. En hier zitten maar drie verschillende soorten in. En heel af en toe dus zo'n pinda als deze. Is deze mix lekker in Japanse mix? Nou, ik vind het tegenvallen. Nu snap ik ook dat ze half Azië op het fotootje hebben gezet. Wat ze doen is alsof ze Japan zijn, maar ze zijn dus Chinees en Thais tot nu toe. Waar komen dan die rare edamame-bonen vandaan? Geïnspireerd op Nagano-bonen. Geproduceerd in China en verpakt in Nederland ook. Nou, hier zit dus 97%. Mijn mond begint te branden. 97% edamame-bonen in. Ja. Kinderen kunnen zich in peulvruchten verslikken. Het al. Amen. Wat hebben die Chinezen gedaan? Ja, het zijn inderdaad gewoon bonen. Geroosterde bonen. Met een klein beetje zout erop. Ja, nou. Die smaakt ook nog niks, zeg. De gebakken bonen. Nou, dat vind ik gemoed aan. Ja, het smaakt ook nog vies uiteindelijk. Nou ja, niet echt vies. Het zijn een beetje alsof je dus gedroogde geroosterde peulvruchten met zout zit te eten. Nou, vind ik er niks aan. Deze zijn wel lekker. De wasabi pinda's. Die zijn eigenlijk niet van wasabi. En de edamame bootjes. Ja. Die hebben eigenlijk geen smaak. Dus of je harde erwten zit te eten met een schep zout. Nee. Als ik in Japan was geweest, had ik me een beetje beledigd gevoeld. Want dit zijn gewoon Chinezen die doen alsof ze Japaner zijn. En waar ken ik dat van? Nou, lieve mensen. Heel veel sushi tenten in Amsterdam en andere grote steden zijn gewoon Chinezen. Die doen alsof ze Japaner zijn. Echt waar. Dus dan zit je Chinese sushi te eten. Ja, dus, maar dat is nooit echt heel erg Japanserig.
Als je sushi eet, eet het dan bij Japaner. Overigens heb ik een restaurant hier in waar ik woon, in Bergen. En die maakt de allerlekkerste sushi die ik ooit heb gegeten. En dat is geen Japans restaurant. Lady Papa heet dat. Ja, ik zeg het gewoon maar. We komen elkaar daar waarschijnlijk een keer tegen. Dat is de allerlekkerste sushi die ik ooit heb gegeten. Lady Papa in Bergen. Nou ja, en als je een hekel aan me hebt en je behoeft me in elkaar te slaan. Ik ben nooit in Lady Papa. Dus je hoeft daar niet heen te komen. Ja? Mooi. Tijd voor de cijfertjes. Mijn mond brandt een klein beetje van die. Mijn mond werd verdoofd van die vanwege de saaiheid. En mijn mond is een beetje gevuld met brokjes gedroogde boom. Ik ben hier niet blij mee. Kijk. Me too ba. Jullie zijn geen Japanner. Jullie zijn gewoon een stelletje Chinezen. En dat merk je, want het is een net niet product. De wasabi nootjes smaken redelijk goed. Het is een pinda met een krokant laagje groen gemaakt met kleurmiddel. En 0,01% wasabi poeder erin. Je krijgt er dan gewoon nog wel een voldoende voor, omdat het wat smaakvol is. Maar het is eigenlijk een nepproduct. Ik begin met de Salted Crunchy Edamame bonen. Misschien zijn ze precies zoals ze moeten zijn. Maar dan hebben die Japanners ook geen smaak. Want dit smaakt naar niks. Het is een hele zak vol met gedroogde bonen en zout. Die krijgt van mij gewoon een 4. Die troep hangt nog achter in mijn huig ook. Niet gelukt. Ja. Verdamme. De Japanse mix is de meest saaie en ook trieste Japanse mix die ik in mijn hele leven heb ontmoet. Dit is gewoon een slecht nagemaakt product, zoals we dat wel vaker kennen uit China. Ik krijg er 5 voor de moeite, omdat ze dat in Thailand ook hebben geholpen. Maar het is helemaal niks. Het is gewoon, laat maar gewoon staan als je dit tegenkomt in de supermarkt. En de nep wasabi noten, die krijgen van mij wel een 6, omdat ze goed te eten zijn. Ze zijn pittig. Ze doen denken aan wasabi nootjes. Er zit een pinda in. Ze branden een beetje in de bek. Maar uiteindelijk kunnen we wel stellen dat het eigenlijk niet echt een wasabi nootje is met 0,01% wasabi. En andere geuren, smaak en kleurstoffen om het een beetje erop te laten lijken. Toch een 6 omdat het wel aardig proeft. Nou, volgens mij is deze troep gewoon in Nederland te kopen in de supermarkt. Want anders staat het allemaal niet zo in het Nederlands erop. Ik zou het gewoon lekker niet doen. Ga lekker naar de notenbar. En haal daar gewoon een goede wasabi nootjes. Ja? Mooi. Nou. Even mijn mond spoelen hoor.